Wij zijn op dit moment niet zo in de mogelijkheid om mensen te kunnen ontvangen in de kerk. Omdat ze allemaal door de coronacrisis dicht zijn. Gaan we alweer open, maar dan moet je inventief zijn. En ons kinderteam heeft iets heel leuks bedacht, wat ik graag zou willen uitleggen. Dat is de bellenblaasactie. En de bellenblaasactie is dat we eindelijk proberen, omdat we nou naar Pinksteren toe gaan, om te laten zien dat God zijn adem geeft aan jou. Dat hij zijn leven, zijn liefde geeft aan jou. En de bellenblaas is natuurlijk leuk. Dan blaas je een bel en daar zit eigenlijk jouw adem in. En dat gaat dan naar de ander toe. Dus jouw liefde, jouw aandacht, jouw zorg. En ook een beetje, nou, misschien jouw gebed. Dat kan voor de ander zijn. Dus je moet een beetje inventief zijn. Vandaar de bellenblaasactie. Inderdaad, kinderen, maar ook ouders mogen dat doen. En zelfs opa's en oma's als ze het leuk vinden. We hebben eindelijk uitgedaagd om zelf na te denken over wat je dan kan doen met bellenblazen. Dus we hebben een prijsvraag. En dat betekent dat ze mogen opnemen of een foto of wat dan ook. En dan doorsturen naar het secretariaat. Wat zij met het bellenblazen hebben gedaan. Om aan te geven dat de liefde van God, of dat Pinksteren dan komen gaat. En de leukste, die krijgt een prijs. Dan wens ik nu aan alle kijkers, ik hoop dat die het een beetje doet. Gods liefde en vrede toe. En alles wat u meemaakt, de moeilijkheden van het leven. Dat hebben we allemaal. Maar juist dat daar, in die moeilijkheden, Gods liefde en vreugde u mag omhelzen. Het was een poging, hè? Kijk. Dankjewel, ik hoop dat ik win.